Soms heb je van die planten thuis staan waar je van zegt, nou, die wil ik gewoon zo lang mogelijk goed houden. Zelfs als ik op vakantie ben. Nou, ik vind zelf dit echt zo'n prachtige combinatie. Het enige is, wanneer je zo'n combinatie als deze hebt, zowel de hortensia als de dubbeltjesvaren hebben allebei best wel veel water nodig. Dus je moet hem regelmatig water geven. Als dat in een gewone pot is en ik ga een weekendje weg of ik ga zelfs een weekje op vakantie, dan moet ik naar de buren gaan en bijna vragen of ze iedere 2 dagen die plant water willen geven. Dan zou je zeggen, wat is nou zo bijzonder aan deze pot? Dat zal ik je laten zien. Deze pot maakt het heel gemakkelijk dat je niet meer iedere dag of iedere 2 dagen die plant water moet geven omdat ze zoveel water gebruiken. Nee, in die pot zit een binnenpot. Zoals je hier ziet, er zit zelfs een rand aan waarbij je hem heel makkelijk uit de bak kan halen. In deze pot zit ook een rooster met gaatjes. Die rooster die zit eigenlijk op deze hoogte. Hieronder is een waterreservoir. Daar zit voldoende water in voor de komende week. Als je dan die plant hebt geplant, dan gaan die wortels nemen via capillaire werking, noem je dat. Die groeien naar beneden. Zuig het water op wat ze nodig hebben. En alleen de hoeveelheid water die ze ook echt nodig hebben. Dat houdt in dat je vaak voor in zo'n pot als deze voor meer dan 1 week, 2 weken water hebt. Afhankelijk van waar die staat en hoeveel water de plant gebruikt. Als eerst heb je hier een soort van groot. En dan kan ik heel makkelijk aan de binnenkant in de pot klikken. Zoals je hier ziet. Dat is eigenlijk de plek waar je daar ook heel makkelijk water kan geven. Hier aan de zijkant kun je dus heel makkelijk de plant water geven. Zodat het waterreservoir gevuld is. Dus in het pakketje zit ook een watermeter. Dan zit je heel eenvoudig in elkaar. Deze manier. Hier zit een soort vlottertje aan. Die blijft op het water drijven en hoe hoger het water staat, hoe hoger de meter omhoog gaat. En als het water zakt, zakt hij weer naar beneden. Het enige wat ik doe is, ik steek hem hier in dat gootje. Dan heb ik hier nog een dopje, die gaat erop. Ziet er ook netjes afgewerkt uit. Als je water gaat geven, doe deze aan de zijkant. Dan heb je hier de sleuf waar je water in kan geven. Stijgt die tot aan maximum. En dan hoef je na de komende week, 2 weken, afhankelijk van welke planten waar die staat, geen water meer te geven. Dat is je basis. Alleen moet je nou zorgen dat het water vanuit hier zo goed mogelijk verdeeld wordt over de potgrond, zodat de planten die veel water nodig hebben, het water ook goed op kunnen nemen. Om te zorgen dat die verdeling zo optimaal mogelijk is, hebben we daarvoor een speciaal soort steentje. Ziet er een beetje uit als lavasteentjes en dat noem je pon. Ik zal het even laten zien. Dat is dit materiaal. Dat neemt heel goed water op, maar verdeelt het ook weer heel goed. Dus dit gaan we hier als eerste onder in de pot gooien. En als je dat hebt gedaan, dan pak je de potgrond, vul je hem af met potgrond en dan ga je planten. Nou, wat ik in dit geval dus heb gedaan, in het midden heb ik een hortensia geplant. En daaromheen heb ik en een dubbeltjesvaar, dan weer een hedera, dan weer een dubbeltjesvaar en dan weer een hedera eromheen geplant. Uiteindelijk heb ik de groen een beetje door elkaar gedaan, zodat je wel een hele mooie wolk krijgt. Dus wil je niet te vaak water geven, dan is dit heel gemakkelijk. Je geeft hem pas weer water wanneer die op minimum staat. Dat kan zijn 1 keer in de week, afhankelijk van waar die staat, maar zelfs 1 keer in de 4 weken is mogelijk.